fabeltjes land. En lees ons dan voor uit de fabeltjeskrant. Ja, ja, uit de fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar? Echt waar? Echt waar, meneer de uil? Want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensen wensen en dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de krant van Fabeltjesland. Van Fabeltjesland. Wel, lieve kijkbuiskinderen, zelfs de, hoe heet dat ook alweer, even kijken in de Fabeltjeskrant hoor. Ja, zelfs de bovenleiding van onze elektrische tram over het Braamstruikse binnenpad is aangebracht. Het enige dat nog geheel ontbreekt is de tram zelf. En ook dit had, zo lees ik hier, nogal wat voeten in de aarde. Ja, ik heb een heel mooi tramontwerp in mijn hoofd, hoor. Nou, zet dat dan maar weer gauw uit, want we moeten eerst beginnen aan het huis van juffrouw Mier. Ja, dat is waar. Maar het is zo'n mooi trammetje, hè. Als jij kon zien wat voor trommetje ik in mijn hoofd heb. Ja, ik kan gelukkig niet in je hoofd kijken, maar het enige dat ik in mijn eigen hoofd kan bekijken is dat we met die woning moeten beginnen van juffrouw Mier. Eerst. In blauw en bruin. Ik zie die trommel helemaal voor me, hè. Hallo, ik kom namens mijn vriend Pieter Pat. Oh, hallo. Kijk, de kwestie is deze. Jullie hebben rails aangelegd over het Braamstruikse binnenpad, hè? Ja, ja, ja. En ook bovenleiding, Harry. Of zoals de leken zeggen, stroomdraad. Ja, ja, daar gaat het nou even niet om. Kijk. En waar gaat dat dan wel om? Nou, zie je, als jullie nou eens een klein bochtje maken, hè? Een afbuiging naar Piet Smikkelpaleis. Ik denk er niet aan. We zijn blij dat we klaar binnen. Hé, wacht nou even. Dan kunnen jullie altijd voor niks komen eten en drinken. Alles. Nou, dat is toch prachtig. Een bochtje meer of minder maakt voor ons niks uit. En dan gratis eten en alles. Willem, je vergooit je eigen. Ah, jongens, niks in de hand. Denk er rustig over na, dat is alles. Groetjes. Hé, waarom komt Piet dat pot zelf niet? Te druk. Nou, jullie begrijpt wel, lieve kijkeraartjes, dat er door Ed en Willem druk over gedelibereerd werd. De halve nacht lang. En weet je wat het gekke was? Ten slotte zei Ed Bever... Ach, nou ja, wat kan het ons schelen? Laten we het maar doen. Nou, moe, en jij was er steeds tegen. Ach, het heeft toch zijn voordelen. Als we het eindpunt van het trammetje verleggen naar Piet Smikkelpaleis, altijd makkelijk. Maar je houdt helemaal niet van al dat vele eten. Nee, dat niet, maar er staat zo'n gezellige elektrieke sjoelbak met stalen ballen en van die liggies. Oh, dus dat is het aapie dat ons uit de mouw sluipt. Wie had het nou over aapies? Maar 1 minuut later stond opeens Bart de Wolf voor de deur. Wat ik zeggen wilde, dat trammetje, dat is zou ja, Boor, hey, ook jij krijgt een extra bochtje, hoor. Het beginpunt wordt verlegd naar het praathuis. Hey, hoe weten jullie dat ik dat kwam vragen? Ach, omdat we vaklui bennen. En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.